Ja, maar dat heeft vaak te maken ook met waar op het veld die bal wordt dan bijgehouden. En dit doet Oostende voorlopig behoorlijk. Bal glijdt door. Daar is Gueye die wil trappen en trapt. En de goede redding. En dit moet de goal zijn. Het is 1-0 voor Oostende. Robbie Daze scoort. Dus is niet een doelpunt in de laatste 10 minuten voor Anderlecht, maar net na de eerste 10. Maar dit leek me inderdaad ook zeer streng. Gueye achter de bal. Gueye scoort. Het staat 2-0 voor KVO Oostende na 33 minuten voetballen. En een strafschop waar toch wel weer wat over te vertellen valt. Zoals met elke hensbal bijna. Die klikt door Elias Kobout. Het is een linkerbeen, hè? Denk zijn rechtervoet. Flip die Murillo. Dat hij mee landt. Ja. En de schitterende knal van Trippel. 2-1, Anderlecht komt terug in de wedstrijd. Heerlijk op de slof genomen, Adrien Trippel. Hubert zegt, hoe is dat mogelijk? Prachtige goal. Van den Dries, dat is duur balverlies. Een match aan moet meespelen met Percy Tau. Tau, hier is Trippel. Tau, heerlijke paas en de goal. Prachtig doelpunt, Anderlecht 2-2. En het begint bij Van den Dries, die duur balverlies leidt. Niet alles, maar enkel de G5 en KV Mechelen hebben dit seizoen gemiddeld meer balbezit dan Eupen. En 3 op karakter en de goal. Daar staat een gooi, compleet alleen, moederziel alleen. En hij brengt Eupen na 12 minuten voetballen op 1-0. En Yuma Suzuki, die niet echt in de wedstrijd zit, kan van op 11 meter zijn team langzij brengen. Hier komt Suzuki en hij doet het keurig, heel beheerst, heel rustig. En de Wolf, ik snap zijn frustratie. Wel voor Hens vanuit de tribune. Leek mij niet het geval, ook al stak daar wel die arm uit. Mooie van Okensi, Douala. Douala achterlijn, nu terugleggen. Daar is Selemani in de goal. Zo 0-1 voor KV Kortrijk. Op basis wat ze in de tweede helft hebben laten zien, is dit een verdiende voorsprong. Dane blij als een kind. Het is een 300ste wedstrijd. Ik gok op de Fransman. We gaan het zien. Xavier Mercier voor Leuven. Mercier! En daar is de openingsgoal. 0-1 op het half uur. Xavier Mercier zorgt voor de openingsgoal. De overtreding van Vukotic op Henri. De pijn zal de Fransman er nu wel bij nemen, want er is de vrije trap die erop volgt. Maar wanneer wordt Heijmans een keertje aangespeeld in de zone van de waarheid? Nu bijna. Mertens brengt hem terug voor de goal en dan valt hij voor de voet van Evert. En die mag scoren op zijn verjaardag. Het is een cadeautje hoor voor de Amerikaan. Dit kon hij niet missen. En die goal komt helemaal uit het niets. Uit de lucht vallen. Mertens met een mooie inspanning om die bal nog voor de goal te brengen. Zo wat. Kort genomen hoekschop. Mercier. Snijdt naar binnen met het schot en de goal. Jawel. Dan is het 1-2 en opnieuw dezelfde doelpuntenmaker, Xavier Mercier. Hij was daarnet al dichtbij zijn tweede van de wedstrijd en toen was de match misschien gespeeld. Maar nee, Waasland Bever kwam terug in de match. 1-1. Mini. Mini. Dat was een goede bal richting Thomas Henry. Henry en de goal. En dat is nog een mooie goal. Voor Leuven, de wedstrijd is beslist. Thomas Henry. Hij maakt zijn tweede van het seizoen. En een uitstekende paas. Assist van Olivier Mini. Govea met de corner. Veel beweging in de box. Daar de kopbal van Sekker en gaat erin. 0-1 voor Zulte Waregem. En het is Sek die staalhard binnenkopt. En dan lukt het toch. Dennis, Mata kan er niet overheen. Dennis dus met de voorzet. Van Aken, goal tuurlijk. Hans Van Aken scoort Club Brugge. Hij zich verdient op 0-1 voorzet van Dennis. En als vooraf werd gezegd bij Hans Van Aken, het leidt weinig twijfel dat hij niet aan de cijfers zal gereiken. Bongonda achter de bal. Precies op het uur. Tweede penalty voor Racing Genk in de wedstrijd. Bongonda! Hij zit er toch in. Hij is
je zou bijna zeggen slechter getrapt dan die van Dessers. Ja, was, deze kan er wel in. Zien we Lecoumi, maar je weet niet of dat wie via... Wie dan nog even Badji raakt. Ja, die zit erin. Opnieuw Schrijvers en opnieuw Badji. En ze kunnen bij Genk toch niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd zijn. Badji loopt weg, maar iedereen loopt naar Siebe Schrijvers. Twee schitterende corners, West. Ja, goed, als je de eerste al zo trapt, dan ben je gewaarschuwd. En als je de tweede nog zo een keertje trapt... Dat is Gilles. Fijn. 1-2'tje, dat lukt wonderwel. Raskin, de hoek is scherp en de goal. Het is gebeurd, Standaard, zowaar op voorsprong het vele balbezit. Ook beland met een doelpunt, Montagnier. Ja, er was wel wat geluk mee gemoeid, maar Van Hamel geklopt. 0-1. En nu opletten, ruimte op het middenveld. Raskin, Lestien, ooit zal het wel eens lukken, zeker. Ooit zal het wel eens lukken en het lukt hem. Het is 0-2. Lestien had al een kans of 2-3 gekregen. Telkens lag Van Hamel in de weg. Maar nu is het bingo. Andere kant met Fai. Lestien, Fai, 1-2'tje. Dat lukt voortreffelijk. Lestien, Tapsoba en Oulare. Oulare, tweede paal. En hij hangt in de touwen. De 0-3. Overwinning nog wat meer glans gegeven. En ook Oulare op het scorebord. Zij prima, goede detente. Proeft Richie de Laat of in de lucht en hier Golisadé. Nou, voorlopig te weinig aan de bal. Golisadé. Het zijn wel hun momenten, dit. Dat is ook een goede bal, Morioka voor Nicholson. En dit is een schietkans en dit is een geweldige goal. Geweldige goal van Charleroi, van Nicholson. Hij heeft buskruid in dat rechterbeen. En voilà, Bellocin zal zeggen, dat is prima gekozen van mij. 1-0 Charleroi. Kom drie kwart meter hoger dan Tadjoud. Kan wel aanrennen natuurlijk, maar toch. Ribeiro Costa. Dat is een goeie. Nicholson legt hem erin. Vlag blijft beneden. Kijk die Nicholson, Gert. Twee doelpunten gemaakt. Is al waarschijnlijk. Bij wijze van spreken twee keer de bal goed geraakt. Maar wel twee keer gescoord. Dan mag het allemaal al wat trager en loggers gaan van de trainer. Is hij toch tevreden? Ja, zeker. Bouchiri er compleet naast. Yaremchuk. Perre. Die mist Yaremchuk. Yaremchuk in de kleine paklijn. En dan de goal van Iyanbo. Mistasten achterin bij Mechelen. Wordt deze keer wel afgestraft. We zijn op 10 minuten van het rustsignaal. En Gent staat op 1-0. Dankzij een doelpunt van Anderson. Iyanbo.